Goedemorgen allemaal, welkom bij de familie Snijders, familievloggers. Het is vrijdag 8 en we zitten hier met z'n drieën in de auto. Goedemorgen Destiny, goedemorgen DJ, goedemorgen Huggy Wuggy en goedemorgen Konijntje en goedemorgen Nijntje. Nou, wij staan hier voor school. Oh, ook nog olifantjes, die ook nog mee. Nou, het is dus vrijdag 8 en DJ en Destiny moeten naar school en dan hebben we dus lekker herfstvakantie. Ja, we gaan eruit. Doe dat kinderslot eraf. Nee, kinderslot gaat er niet af. Hoezo niet? Nee, ik ga de deur voor jullie open doen en dan gaan we lekker naar school. Zo, de kinderen zitten lekker op school. Lekker laatste dagje voor de vakantie. Ik ben even doorgereden naar de winkels hier. Ik ga even op zoek naar een cadeautje, want DJ en Destiny hebben morgen een verjaardag van een meisje in de straat. Dus dan ga ik even een cadeautje voor halen en dan ga ik ook gelijk hier de weekendboodschappen doen. Zo, ondertussen ben ik alweer thuis aangekomen. Ik heb de boodschappen ook alweer binnen en ik heb twee cadeautjes gevonden. Dat DJ en Destiny alle twee één kan geven. Het is een meisje dat 3 jaar wordt. En nu zullen jullie denken van 3 jaar, waarom spelen ze met een meisje van 3 jaar? Nou ja, ze spelen dus altijd met de zus. En ja, zo af en toe dan is het zusje er natuurlijk ook bij. Ja, en ze vroegen of ze gezellig mogen op de verjaardag kwamen. En dat wouden ze natuurlijk wel. Ik heb 2 cadeautjes dus gevonden. Ik heb deze magische tekending gevonden. Dat kun je zo schuiven. Dat het weer weggaat. Van Paw Patrol. En deze leuke Peppa Pig. Vond ik wel leuk. Die kan ze dus ook inkleuren. Ja, en ik denk dat je dan kunt wassen dat het eruit gaat. En dan weer opnieuw kunt kleuren. Lijkt mij. Maar goed, die pak ik straks in. Die laat ik zo eerst DJ en Destiny nog zien. Nu ga ik even hier ontbijten. Ik heb lekker broodje met kaas gemaakt. Van die pompoenpittenbroodje heet dat volgens mij. En een smoothie, een super smoothie. Die zag ik liggen. Ja, dan ga ik dus even ontbijten. En dan ga ik nog even hier thuis bezig. En dan kijken wat de kinderen vanmiddag willen. Of ze even naar buiten willen, ja. Nu is het droog, maar net regende het. Dus wat vanmiddag is, weet ik niet. Ik heb ook bakspullen. We kunnen cake bakken, we kunnen muffins bakken, we kunnen koekjes bakken. Maar zoals ik zeg, het kan ook zijn dat ze gaan afspreken. Ik weet het niet. Ik heb ook nog oud brood klaar liggen om naar de 5 te gaan als ze dat willen. Maar goed, dat zien we vanmiddag allemaal wel. Ik ga nu eerst even gauw ontbijten. Zo, ondertussen heb ik de kinderen alweer opgehaald. En DJ is al, zoals ik dacht, aan het afspreken, dus die is hier niet. Ah. Destiny zit hier. Wat is de verkeerde voet? Ja. Ik vroeg Destiny wat ze wou, of ze wou bakken, of naar de 5 wou, of iets anders. En wat zei jij, wat wou je? Naar de 5. Ja, dan gaan we even lekker naar de 5. Ik heb allemaal oud brood. Naar de 5. Naar de 5. Gaan we even de eentjes voeren. Naar de 5. Even spelen. Naar de 5. Naar de 5. Naar de 5. Want nu is het nog droog, hè? Dus even lekker spelen, even lekker eentjes voeren. Destiny doet haar schoenen aan. Ja. En dan pakken we de fiets. Ja. En dan gaan we. A few moments later. Ondertussen zijn we aangekomen bij de 5. Een vriendinnetje van Destiny die is ook mee. Die woont bij ons in de straat. Dus die is ook gezellig meegegaan. En dan gaan we nou even de eentjes brood geven. Oh, ze zijn wel weer veel, hè? Veel eentjes. Oh! Ja! Ik heb een brood gegeven. Nee. Mama, ga je niet. Nee. Jongen, heb je nou één stukje knauw gehad? Hoeveel hebben we nog? Oh, hier zit er nog wat in. Dan ga ik achteruit kijken.
Heel bijna. Ben gelijk voor je? 1, 2. Oh. Heel spannend. Nou, 3, 2, 1. Zo. Zal ik nieuw brood voor jullie pakken? Hier zit nog eentje in. Hier is nog één. En dan is hier nog meer. Pak maar. Gooi deze weg voordat hij in het water waait. Ja, dat is nog genoeg, hè? Ja, ik ga het brood halen. En dan ga ik helemaal naar de speeltuin toe lopen. Helemaal naar de speeltuin? Waarom? Oh, jij wil ze meelakken. Ik doe de camera weg, want het mist het wel een beetje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien aan mijn bril. Kijk, zien jullie dat? Dus de camera wordt steeds natter, dus ik doe hem nu maar gauw weer weg. En dan gaan we zo gauw weer naar huis. Derde handschoen. Groot. Ondertussen zijn we alweer thuis. Het bleef een beetje regenen, dus we zijn lekker naar huis gegaan. Nu zijn ze hier lekker aan het kleuren. Ja, Destiny heeft een Mickey Mouse. En jij hebt Goofy. Goofy. Ja, lekker binnen, hè. Buiten werd nou ook een beetje koud door de regen. Ze hebben nog heel even gauw op de schommel gezeten. Maar dat was echt maar heel even. En toen wou Destiny ook weer naar huis. Wat is de Mimi? Wat is de Mimi? Hi, wat is de Mimi? Kom maar. Kom dan. Ja, wat is de Mimi? Wat is er, Mimi? Kom dan. Ja, kom maar. Kom maar. Hallo. Hi, Mimi. Antisol. Hi, Mimi. Hi. Ja, ik weet niet waarom die dat doet. Hi, Mimi. Hi, Mimi. Wat doe jij, Diesel? Hi, Mim. Hi, Mimi. Adiso. Doe eens niet. Doe eens niet. Hey. Doe eens niet. En nou is Mimi weg. Nou is Mimi weg. Denk zo. Oké, dan ga je zo en zo. Zie dat? Voor jou, die moet toch gewoon een beetje... Ja, oké. Wil je mij helpen? Oké. Hoe kan ik eigenlijk even vragen? Je moet een klein beetje helpen, kijk. Zo. Oké, zo. En dan zo. Zie je dat? Mijn pakje. Zal ik hem vast aan één plekbandje doen voor jou? Wat wil je vaststellen? Oh. Doe maar hier. Jillian kan ook inpakken. Goed hoor. Mag ik dat ook een papiertje? Zo. Nee. Ja. Nou. Zullen we daar nog één, of niet? Ja, hè? Nou, we hebben samen ingepakt. Wat jij over dit vast? Waar gaan we nog meer kunnen liggen? Maar wat was dat voor een dier dan? Ik weet wel hoe die eruit ziet. Ja. Mooi. Paarsoeken. Oh. Nou, ondertussen is het alweer 7 uur geweest. Destiny en DJ zijn daar lekker in bad geweest. Oh, heb je paas gevonden? Destiny is nog even heel even aan het kleuren. Een mooie regenboog. DJ is nog even YouTube aan het kijken. Daar
achter. Op de goede volgorde. Zien jullie hem daar? En Destiny die is nog even aan het kleuren. En dan gaan we ook de vlag afsluiten. Dus wat zeg je dan? Huh? Vond je deze video nou... Ik wil wel zeggen. Nou, wat zeg je? Vond je deze video nou leuk? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Doei! Doei! Tot!